1 december, Wereld AIDS-dag. Stichting Double Positive die heeft er weer na lange tijd een stand hier voor de VCB-bank waar er informatie wordt verstrekt. Opmerkelijk zegt Jolanda Verdies van de stichting dat mensen voorbij lopen, kijken, maar niet echt stoppen voor de informatie. Mensen zitten nu met tal van problemen, maar belangrijk is dat ze toch wel even stoppen om de informatie tot zich te nemen. Vandaar dat we dan spraken met mevrouw Verdies, die veel meer vertelt over de opzet van de dag en waar ze dan ook een stukje voorlichting heeft gegeven. Het gaat wel, maar ik vind het is minder druk. Waarschijnlijk komen ook mensen minder in de stad, gezien de economische situatie in het land. Niemand komt meer zomaar onnodig in de stad, maar er was toch wel redelijke belangstelling. Ja. Waarover gaat de informatie? Nou, zoals u gezegd hebt, vandaag is dus weer Wereld AIDS-dag. En dat is de dag dat we dus de mensen die zijn overleden aan AIDS gedenken, toch? Natuurlijk is het heel jammer dat de mensen doodgaan aan AIDS. Nu wel iets minder, omdat er ook medicijnen zijn. Er is een stichting waar ze kunnen komen voor de nodige begeleiding. Ook bijvoorbeeld als ze naar het ziekenhuis gaan, worden ze dus ook wel naar ons verwezen. Via sociale zaken worden ze ook naar ons verwezen. Basiszorg, of soms kan het ook dat bijvoorbeeld SZF ook mensen voor ons stuurt. Eigenlijk iedereen die weet dat wij bestaan, toch? Voor de counseling. Ik ben nu al 13 jaar verbonden aan de stichting. En nou, het bestaan is toch wel lekker dik geworden, het bestaan. Omdat er dus echt nog elke dag mensen geïnfecteerd worden. Het is wel een feit dat mensen minder doodgaan aan AIDS, omdat de medicijnen zijn, dus begeleiding en zo. Maar toch waken we ervoor, omdat u hebt het zelf gezien met de situatie van COVID. Daar is HIV eigenlijk helemaal verwaarloosd. Wereldwijd is het gestegen, toch? En ik heb ook geruchten gehoord dat heel veel mensen gaan prikken en dan positief bevonden worden, toch? Dat is wel heel jammer, maar ik had het verwacht, want alles was COVID, COVID, COVID. En soms zijn er ook geen condooms te vinden. Ik weet niet waarom dat ligt. Als het afvallersgezond ligt, als zij hun dingen niet op tijd doen of als het gaat met de oorlog van Oekraïne of koersen. Weet je, misschien een dollarprobleem. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het probleem is, maar u ziet, we zijn hier anders bezig met condooms uitdelen. We kunnen de mensen niet echt geven wat ze nodig hebben. Want aan drie hebben ze niet genoeg. We zijn blij dat we dit jaar dus weer even naar buiten mogen komen. Omdat het is belangrijk dat mensen seksuele verantwoording kent. Toch? Als je weet dat je HIV hebt, gebruik je medicijnen. Er zijn medicijnen. Er zijn medicijnen. Nu vandaag de dag is het 1 keer per dag. Je hebt ook 2 keer per dag. Vroeger waren het 30 tot 40 of weet ik veel hoeveel medicijnen. Toch? Dat mensen, ze werden zieker van die HIV, van die medicijnen dan van die HIV. Toch? Nu is het 1 keer per dag. Toch is mijn therapie ontrouw. Ik begrijp dat er ook soms is er te weinig voorlichting. Waardoor de mensen ook niet weten van dat je de medicatie is. Wanneer je eenmaal staat met medicatie, dat het tot de dood is. Je mag nooit meer stoppen. Je mag nooit meer stoppen. Ik gebruik al 13 jaar medicatie en ik weet dat ik nooit meer mag stoppen. De dag dat ik ga stoppen, dan is het dat ik... Is bijna kan je zeggen einde. En je gaat niet zomaar dood, want je belandt in de AIDS-fase. En dat gun ik niemand. Dat raad ik niemand aan. Drink je medicijnen en je wordt zeker 80 of 90 jaar oud. Dat is belangrijk. Hoe is de huidige situatie in Suriname? U schetste daarnet een beeld van wereldwijd dat het aan het stijgen is. Maar zijn er recente cijfers over de situatie in Suriname? We hebben niet echt cijfers, maar we weten wel, net wat ik u zei, bij het lab van een verpleegkundige daar, een laborant, heb ik dus gehoord dat er elke dag zoveel, zeker 2-3 mensen, positief getest worden. Toch? En als je het mij vraagt, ja, dan
Ik heb bijna het gevoel dat het meer dan 50% al van Suriname is. We zijn al niet met veel mensen. Als je kijkt naar het binnenland. Het binnenland. De stad. De tijden dat we binnen opgesloten waren. Lockdown. Wat gaat men doen? Naar elkaar zitten kijken. Men heeft lekker geraffeld. Men gaat geen broodzak of een ijsjeszakje gebruiken. Toch? Je sluit ze op. Wat moet je doen? Net heb je apprecieerd doen en dat heb je sweetie doen. Maar als we de dingen niet hebben ons te beveiligen, dan is het fout. Toch? Nu is er ook weer een situatie waarbij mensen moeten gaan betalen om hun CD4 te prikken. Je moet betalen voor een HIV-test. Je moet betalen om te gaan prikken hoeveel virussen in je bloed zitten. En dit bedragen zijn vanaf 300 tot 500. Ik heb angst in mijn haar dat straks we ook voor de remmers moeten gaan betalen. Dan wordt dat een ramp. Omdat, u weet, we hebben altijd al die problemen aangekaart dat HIV-positieven geen werk vinden. Je hebt etenszaken, je hebt bedrijven die de mensen met HIV niet accepteren. Toch? Dan heb je ook weer de mensen van bijvoorbeeld sociale zaken die ik vind dat ze de mensen persoonlijk duperen. Toch? Ja, je ziet er goed uit. Waarom ga je niet werken? Zie je de persoon een baantje doen? Dan haal je de persoon van de lijst. Want je hebt de persoon een bandje zien doen. Toch? Maar werkt de persoon niet, dan hoor je, ja, je zit maar te teren op het geld van, sociale zaken. Omdat ammonie op. Mensen gaan zelf in die mensen hun privé-tories. Ze willen recepten zien, ze willen medicijnen zien, ze willen labresultaten zien. Dat aan of you is niet voor jou, dat is voor de artsen. Help de mensen. In die zoveel jaren dat we dus AIDS kennen, is dat stukje discriminatie er nog steeds? Het is er nog steeds op bepaalde plekken, ja. Nog steeds. Want niemand, ze kunnen geen werk vinden. En als ze een werk vinden, dan vinden ze misschien een security werk en dan moeten ze 7-7-7, ze moeten zich kapot draaien. Ze zitten niet in een behoorlijk wachtershuisje. Alle ontberingen hebben ze daar. Iemand die moet werken gaat schoonmaken, iemand zou schoonmaken. Annette kies boemen niet. Maar je moet zoveel troep en rotzooi voor de persoon opruimen. Betaal me goed, dan doe ik het. Maar dan bij me wel komen wanneer dat ik deze busgeld eruit kan halen. Dat ik dit is, hoe nu met de situatie? Hoe eten en drinken onze mensen? Weet je of we huilend bij de stichting komen? We hebben geen eten, we hebben geen drinken, we kunnen niets doen. U hebt er een aantal problemen aangekaart, mevrouw Verdies. Maar wat betekent dan de stichting voor deze mensen? Nu proberen we met donors te kijken wat we kunnen doen. Dan we kijken als we van donors, je had laatst wel, was er eentje, dat men voedselbonnen kon krijgen. En dan ga je zelf kopen wat hoog nodig is. Maar je gaat toch niet iedereen kunnen helpen, want we moeten meer donors hebben. Hier in Suriname steun men elkaar niet meer. Je gaat in de winkel en je eet of je eet niet, is je zak. Men gaat je hier in Suriname gaan mee zeggen, nou, je schrijft een zoeking. Waarom moet ik je helpen? Je weet hoe dat dingen zijn, toch? Je moet geluk hebben dat je 1 voor mij, 1 voor 12 gaat en dat je geholpen wordt. Meestal helpt die wel hoor, een beetje af van die. Toch? En er zijn misschien bepaalde plaatsen die nog een beetje kunnen helpen. Maar kijk, heel veel opvanghuizen voor kinderen zijn uit elkaar. Het is niet meer te redden. Dan hoe moeten wij verder? Ik struggle ook. Ik heb het ook moeilijk. Ik ben gewoon een AOV'er nu. Misschien moet ik van mijn zijn alibi. Hoeveel brood geef je die kinderen? 2 sneetjes. Ik heb honger, ik heb honger. Ik ga naar Fayagi Achinjang. Hoeveel rijst ga je kunnen kopen? Dan moet je nog brood, moet je suiker, moet je groenten. Is niet te redden. Daarom, wanneer die mensen een financiële steun, we kennen de noden van de mensen. We sturen de mensen naar sociale zaken. Toch? Alsjeblieft, helpen jullie ze. We sturen ze niet zomaar. En dan worden er soms zoveel papieren gevraagd. Toch? Anderen hebben geen licht en water. Ze leven in zinkenhuizen zonder licht en water. En als ze dat niet kunnen overleggen, worden ze niet geholpen. Dan was maar een stap, dan was maar situatie. Niemand wil een andere situatie zijn. Je stuurt de persoon om te gaan werken. Geeft die persoon een werk, dan geeft die persoon een baan. Laten we het elkaar niet aandoen, we hebben elkaar nodig. Tiede naf mita, maar naf you. Of naf you ching of wantrasma.
Hoe is het met het stukje voorlichting vanuit de organisatie? Is het alleen nog op 1 december? Nou, laatst was ik wel bij opa Dolly, de jongeren, omdat daar ook een ding was, een soort rage ook van boegroe zetten. Met alle risico's ook natuurlijk. We hebben ze... Opa Dolly, boegroes? Ja, de jongeren. Ja, ze doen het ook. En opa Dolly? Ja. Ze dingen ze, slepen, zoals die tandenborstels of zo, toch? Ze vinden wel altijd wat. Mensen zijn creatief. Toch? En ze vinden altijd wel wat, geloof me. En ze zeggen, het is goed om het... Ze zien ouderen als een voorbeeld. Meestal, ik denk niet dat ik het fout zeg, maar ik denk dat als ik bijvoorbeeld een man zou ontmoeten en die man heeft boegroes, dat het eerste wat in mijn gedachten kwam van, hé, Amani is gewoon aan straf. Want daar is die mode ook begonnen, met die boegroe. Toch? Maar ook om te zeggen, vrouwen vinden het lekker. Ik moet dat niet, want je beschadigt mij van binnen. Die kussen die ik van binnen heb, in mijn baarmoeder, je beschadigt dat. Je creëert tumoren voor mij in mijn baarmoeder. Dus ik zou de vrouwen afraden, wees voorzichtig. Denk aan je gezondheid. Misschien nu ga je het niet voelen, maar wanneer je ouder wordt, dan is het te laat. Ja? En daarom de jongeren van opa Dolly, we proberen ze ook bewuster. We proberen... Er is zoveel... We proberen ze de nodige voorlichting te geven over het seksueel gedrag ook. Toch? Er zullen een paar zijn die gay zijn, een paar zijn die van vrouwen houden. Ook zij hebben recht op leven, maar ook zij moeten weten hoe ga ik ermee om. Van met Chamis Revi. Wat is belangrijk? Wat mag ik nog doen? Niet dat je het niet mag doen, maar doe het veilig. Beffenpijpen is nog steeds een rage. Anale seks is nog steeds een rage. Toch? Neem die condoom, scheur hem open, snij hem open, snij hem hier open, snij hem hier open, snij hem hier, heb je een beflapje. Want je gaat geen seksartikelen kunnen kopen, is onbetaalbaar. Bij de vrouw, maak hem schoon, dan mag je pijpen. Maar het allerbelangrijkste is, ga testen. Gebruik een condoom, bescherm jezelf. Want deze tijd is moeilijk voor je kiezen, Siki. Het is moeilijk, vooral wanneer je met de kosten gaat zitten. We zien hoe het in de gezondheidszorg nu gaat aan Euroco. Ook als je remmers moet gaan halen, soms is het er niet. Je krijgt misschien voor 2 weken. Ook daar is een probleem, toch? Want de mensen krijgen een recept dat heel erg confidentieel is. Ja? En dan wanneer je gaat, dan vragen ze je dochterskaart. Terwijl ze dat hele... Ze moeten niet vragen naar mijn dochterskaart. Ze moeten niet vragen. Als je goed kijkt, zijn mijn dingen, mijn initialen zijn in codes geschreven. Vraag de cliënten dat niet. Zeg niet je dochterskaart is vervallen, dus je kan geen remmers krijgen. Ze weten beter. En als ze niet weten, laat ze de nodige informatie vragen. Laat ze dat doen. Laat ze mensen geen onnodige stukken vragen waarbij de mensen niets kunnen regelen. En het ding is, als ik neem, ik moet uit deze kant. Ze moeten huur betalen, ze moeten gas kopen, ze moeten eten, ze moeten drinken. Ze proberen nog te overleven. Weet je hoeveel mensen nu doodgaan van verdriet, die niet meer uitkomen? Een HIV-positieve heeft niet veel om dood te gaan nu.